geweest. Tijd om heel eventjes... Goedemorgen! ...te zeggen tegen Mike Petersen. Goedemorgen! Goedemorgen, Bob. Goedemorgen, jij hebt een nieuw plaatje uit. Gaan we zo meteen helemaal draaien. En voordat we het gesprek ingaan, zal ik trouwens een hele kleine teaser doen voor de luisteraar waar we het precies over hebben. Is misschien wel leuk, hè? Zij speelt de blije spel met vuren gasten ik krijg het heet van jou, die blik en dan lijn. Lekker ding heet die, zometeen ga ik hem helemaal draaien. Maar eerst Mike, hoe is het met je? Je bent druk, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ben natuurlijk en een nieuw plaatje uit. Hoe kan je plannen en nog eens een keer een circus theaterconcert voor de deur? Ja, nou ja, dus, ik vind een hele goede vraag. Beantwoord die zelf maar. Hoe kan je het plannen? Ja, nou ja, dat is eigenlijk meer de schuld van mijn platenmaatschappij, hoor. Bij deze, als je luistert, foei platenmaatschappij. Nee, ja. Het is wel druk inderdaad, maar goed, dat singeltje stond waarschijnlijk al ergens op een plank, of niet? Ja, zeker. Nee, dat liedje was al een tijdje klaar. En dat stond op de plank. En het liedje wat we hiervoor hadden, De Liefde Die Leeft, wat eigenlijk gewoon meer een grapje was van, laten we eens een Nederlandse vertaling van... Islands in the Stream. Ja, en die ging zo lang door. Ja, dat we daarmee hebben moeten wachten om deze te releasen. Ja, het is inderdaad bizar hoe goed dat plaatje het heeft gedaan. Ja, onvoorstelbaar. Ja, want je zegt het al zelf, het was geboren als grapje. Ja, eigenlijk wel. Weet je, we hadden op dat moment niet veel te melden. En we dachten van, nou, laten we gewoon eens een soort van een pluchtsessie doen. En die ging op TikTok viral. En iedereen scheen het leuk te vinden. Ja, dus die gaan we 23 september dan ook horen waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Je bent druk bezig over 2 weken, dus een kleine 2 weken. Nu sta je daar in het Circus Theater. Zenuwachtig. Ja, klopt. Ja, altijd zonder spanning. En je moet toch die mensen moet je even 2 uur gaan vermaken. En, gaat alles goed. En het is gewoon echt gezonde spanning. Maar super leuk. En sta je dan nu al, Mike, elke dag, weet ik veel, van 10 tot 4 in een repetitielokaal alle liedjes te oefenen en je pasjes misschien een beetje in te studeren? Ja, dat gaat nog komen. Het is nu eigenlijk meer zeg maar, het voorbereiden van het repertoire wat we gaan doen. Het dus weet je, ook zeg maar, we gaan bepaalde medleys doen. Ja, dan moeten dan, bepaalde stukken voor geknipt worden. En dat moet goed overlopen. En ja, dat doe ik allemaal met George van der Ereveen, de bandleider. Dus dat is een hoop werk. Ja. Superleuk om te doen. Wie komen er langs als gastoptreden, Mike? Ja, ik mag er wel 1 verklappen. Oh, serieus? Mag je er 1 bij mij gaan verklappen wie er langskomt? Oh, wat leuk. Wacht even hoor. Dan ga ik heel eventjes mijn trommel zoeken. Kijken waar die is, want dan gaan we er een heel spannend moment van maken. Het eerste gastoptreden 23 september in het Circus Theater bij het concert van Mike Petersen is niemand minder dan... Samantha Steenwijk. Samantha Steenwijk! Wat leuk. Ja. Superleuk. Wat gaan jullie samen zingen? Dat kan ik nog niet verklappen. Oh, dat kan je dan weer niet verklappen. Nee, dat wordt superleuk. Want ik heb gisteren heb ik nog een hele dag met haar eraan gewerkt. Ja. En echt een guilty pleasure. Dat is het enige wat ik kan verklappen. Als we hem daarna maar ook ergens overal kunnen streamen, dan is het helemaal goed. Ja, als je hem nog even de lippen op elkaar houdt. Als we dan maar weer gaan bellen, Mike, bij deze, afgesproken. Ja, lijkt me super. Ik ga hem draaien, je allernieuwste plaatje, Lekker Ding. Wie is volgens jou een lekker ding? Ja, mijn vrouw al 25 jaar. Klinkt heel cliché, maar een beetje cliché, maar maakt helemaal niet uit. Het is ook heel lief, Mike. Heb je het nummer ook voor haar uitgebracht? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is dan wel eerlijk van je. Ja, dus ik ben ook gewoon eerlijk in. Nee, ik heb het zelf ook niet geschreven. Het is gemaakt door... het is geschreven door Emiel Hartkamp. Michael Hartkamp. En John Deerne, onder andere de... producer die veel doet voor de Toppers. Ja. Armin van Buuren en David Guetta. Dus... ja, het is echt heel iets anders wat ze hebben gedaan. Maar... ja. Nou ja, je kan het ook wel horen dat het goed geproduceerd is. En natuurlijk goed gezongen door Mike Petersen. Ja, lekker dankjewel. Ding, ik ga op play drukken. Mike, succes met al je voorbereidingen dankjewel. Voor het Circus Theater. En we spreken elkaar daarna weer. Gezellig. Doen we. Oké. Okay. Avond voorbij.